ben Yvon Terdoir, graffiti-spuiter uit Antwerpen. Ik spuit al graffiti sinds 1998, samen met mijn crew Aerosol Kings. We hebben al verschillende muren gedaan in Antwerpen en in de rest van het land. De grootste uitdaging aan deze muurschildering was al het detailwerk. Dus een super gedetailleerde print met fijne details. En ja, daar kruipt enorm veel tijd in. Het was een hele uitdaging om deze muurschildering te realiseren. En ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen van Ubisoft om een werk voor hun te mogen maken. Ik ben afkomstig uit Lummen, ben 20 jaar en ik heb mijn eigen schoonheidsinstituut. Ik heb de vorige Assassin's Creed ook al gespeeld, maar ik ben er vooral nu blij om dat ik met een vrouwelijk personage ook kan spelen. Ik ben Fabio, ik ben 26 jaar. Ik hou van skateboarden, ik doe dat ook dagelijks en ja, dat is wel leuk. Ik heb de vorige Assassin's Creed games ook gespeeld en wat dat mij eigenlijk opvalt is dat je vroeger een paard had als vervoersmiddel en nu zijn dat treinen en koetsen geworden. Ik ben Vincent, 25 jaar, ik woon al heel mijn leven in Antwerpen en ik ben recent ontslagen, dus ik hoop eigenlijk professioneel gamer te worden voor Ubisoft. Het leuke aan dit spel is eigenlijk dat je dus in Londen zit en dat je dus alle landmarks terug kunt bekijken en zelfs kunt beklimmen. Dat is awesome en ik bedoel, op de Big Ben klimmen, dat is geweldig. Ziet er grafisch ook heel sterk uit. En op de boten van de Thames lopen en zo, dat is echt heel leuk.